Jeroen Sebastiaan van Heest, geboren op 15 juni 1998 in Haarlem, is uitgegroeid tot een bekende YouTuber en lid van de Bankzitters. Zijn YouTube-reis begon in 2011 met het kanaal Kot BSB en leidde tot succes met DoNotPressNL, wat nu bekend staat als Koen. Zijn groeiende populariteit leidde tot vele mijlpalen, waaronder zijn eerste 100.000 abonnees in 2016 en de creatie van de virale app Kaasje. Inmiddels woont hij, naar verluidt samen met Roxy Dekker, in het hartje Amsterdam en heeft hij al meer dan 7 ton aan abonnees. Hoe dit allemaal gelukt is en nog heel veel meer zie je in deze video. Een paar ruggen in de week, week, week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog Ray-Ban. Nee, ik hoef geen Cartier. Koen is dus geboren op 15 juni 1998 in Haarlem. En dat Koen niet echt een sportief type is, weten we ondertussen allemaal wel. Hier hoef je immers maar 1 voetbalvideo voor te kijken. Rek! Daarom koos Koen er ook voor, wat velen misschien helemaal niet weten, om op 8-jarige leeftijd te gaan schaken. Ja, ik heb vroeger hoog geschaakt. Hij was er blijkbaar ook nog aardig goed in, want hij heeft nog verschillende prijzen gewonnen. Tadaa! Bovenin, bekers, want ik heb swag. Het leuke aan Koen zijn carrière is dat hij op zeer jonge leeftijd al actief was in de video/filmwereld. Hij zat toen namelijk nog op de basisschool en ging meedoen in een reclamespotje van Citroën. Daar is ook dit, door Mattie heel veel gebruikte, clipje van. Helaas kwam Koen niet verder nog in beeld. Maar waar hij wel een prominente rol had, was een Willem Wever aflevering. Hij was ondertussen namelijk 12 jaar oud en een brugklasser aan het Eerste Christelijk Lyceum. Voor een dag lang zou er, voor een televisieaflevering van Willem Wever, een jongen meelopen met 2 leerlingen uit Koen zijn klas. Er was gekozen voor Koen en een meisje. Toch is de aflevering uiteindelijk alleen met Koen opgenomen, omdat de makers van het tv-programma dit wilden. Het levert in ieder geval wel heel veel leuke beelden op van een nog heel jonge Koen. Dat zijn wel de leukere dingen, denk ik. Ja, teken niet. Die lerares van teken ik niet meer. Maar die gaat okay. Die gaat ervan. Dan het begin van zijn YouTube-carrière. Het oudste, vindbare kanaal van Koen is het kanaal Kot BSB, wat nu te vinden is als Koen Koele. In juni 2011 heeft hij hier de eerste video op geüpload. Dat was de brute intro die je ondertussen op beeld ziet. Op dit kanaal re-uploadde Koen allemaal compilaties van andere mensen. Eigenlijk jatte hij ze dus gewoon. Maar er zijn ook een aantal video's die wel van hemzelf waren. Dat was dan te zien aan het feit dat het beeldscherm was gefilmd met een telefoon of camera in plaats van een game capture. Dit was één van die filmpjes en we kunnen het zien als een soort voorloper van Koen zijn No Reaction Pack. Hierna had Koen het Crack Community kanaal, wat nu te vinden is als X Zandbak X. Hierop kwamen ook weer wat montagevideo's. Er is alleen vrij weinig content op te vinden. Er staan namelijk nog slechts 5 compilaties van Call of Duty online. Mocht je ze toch nog willen bekijken, zal ik uiteraard de link even in de beschrijving zetten. Hoi, ik ben Koen en leuk dat jullie kijken naar dit commentaar. Het is een heel kort commentaar, want ik wil jullie even wat meedelen. Ik ben een nieuw account begonnen, het heet DoNotPressNL. Dan op 31 mei 2012 maakt Koen zijn huidige kanaal aan, DoNotPressNL, wat ondertussen dus is veranderd naar Koen. De oudste openbare video dateert van 7 december, maar dat is niet de oudste video van het kanaal. De oudste video is namelijk een Modern Warfare 3 commentary video die hij had geüpload op 30 juni 2012. Helaas zijn dus een hoop video's niet meer te vinden op het account, want Koen heeft besloten bijna alle Call of Duty video's privé te zetten toen hij begon met het uploaden van FIFA filmpjes. Met wat graafwerk kunnen we er toch wel achter komen dat Koen waarschijnlijk tijdens zijn Call of Duty periode al de 100 en ook de 1000 subs heeft gehaald en er toen zo uitzag. Ja, dan de video's die we wel allemaal nog kunnen zien op het account van Koen. De 2 oudste zijn wel meteen 2 geweldige filmpjes. De oudste is namelijk deze parody. Why yo? Ik dans in mijn eentje best lonen. Oh nee, alweer krijg ik een bonen. En met drie. En de ene oudste is deze unboxing video. Holy fucking shit, mensen. En daar is hij eindelijk! Vanaf dit moment was Koen een lange tijd op de grind met het maken van FIFA-video's. Hij uploadde toen meerdere keren per week en groeide gestaag door
ondanks sommige montagefoutjes, zoals het bizar harde geluid in deze video. En kijk trouwens ook even naar de trui die hij aan heeft. Het kan altijd slechter, weet je. Het is, nou, ik weet niet of het eigenlijk veel slechter kan. Het duurde wel een tijdje, maar uiteindelijk haalde Koen op 18 augustus 2014 de 5000 abonnees. En vanaf daar begon het allemaal een beetje te gaan lopen. Hij investeerde toen ook flink in het kanaal, want hij deed regelmatig giveaways en had zelfs al een designer voor zijn thumbnails. Daarnaast uploadde hij toen om de dag en resulteerde dit in december 2014 tot de 10.000 abonnees. Ik heb de 10.000 abonnees gehad, echt super erg bedankt. Ja, dat ik dit ooit heb mogen halen, dat had ik echt nooit mogen dromen. Een halfjaartje later, dat was in juni 2015, begon hij met de groep bankzitters ook steeds grotere successen te behalen. De legendarische Crossbar Challenge is bijvoorbeeld toen geüpload, iets waar ze als groep ontzettend veel aan hebben gehad qua views en abonnees. In juni 2015 begon Koen daarnaast ook nog eens met het uploaden van gastrolvideo's op het gameportaal samen met Milo. Beide factoren resulteerden in de 20.000 abonnees in juli 2015. En ja, kijk toch maar even naar het kapsel wat hij ook hier weer had. Vandaag heb ik de setup video voor de 20.000 abonnees. Waarschijnlijk heb ik al iets meer En nu zit het een beetje bij de doorbraak, want het ging allemaal echt in een sneltreinvaart. Hij haalde namelijk in augustus 2015 alweer de 30.000 abonnees en pakte best wat virale video's. Naast het maken van video's livestreamde Koen toen ook nog regelmatig. En in een van deze livestreams deed hij deze No Reaction Pack. Nee! Oh mijn god! No Reaction Pack! Oh mijn god! Oh mijn god! Oh mijn god! Nee! En tijdens deze research kwam ik er ook nog eens achter dat dit clipje van Koen bestaat. Ach ja, toen kon dat nog gewoon allemaal. Volgens mij is het veel te licht achter me. Misschien kan ik dat nog fixen. Misschien lijkt ik nu wel een neger. Lijkt me niet erg. Altijd wel eens een neger willen zijn. Naast alle livestream en FIFA-video's nam Koen in deze periode ook steeds vaker real-life video's op samen met de bankzitters. Zo uploadde hij zijn eerste echte vlog in februari van 2016. Daarnaast maakte hij op 23 maart de voetbalchallenges met de bankzitters video, die goed was voor maar liefst 1,5 miljoen views. Al zijn inspanningen zorgden er uiteindelijk voor dat Koen de 100.000 abonnees behaalde in juni 2016. En het is wel te merken dat Koen sindsdien ook nog eens heel erg veranderd is. Moet je maar eens zien wat voor een positieve comments hij destijds achterliet onder zijn video. In 2016 en 2017 ging het dan ook erg goed met Koen en zijn kanaal. Hij behaalde zijn VWO-diploma en ging studeren en tevens wonen in Rotterdam. Velen van jullie zullen ook deze facecam-achtergrond uit die periode nog uit duizenden herkennen met het matras bij de deur. Hij uploadde destijds allemaal FIFA-video's die verbonden waren aan verschillende series, zoals de Pack Battles en FUTDRAFT Challenge. Hiernaast ging Koen ook voor het eerst op vakantie met de bankzitters naar Benidorm. Vanaf hier krijgt het gezamenlijke kanaal ook steeds meer aandacht. Zo hadden ze vanaf nu bijvoorbeeld een editor in dienst en dat was Anton. Bijna aansluitend op de vakantie kwam ook de Distract-periode. Een hoogtepunt voor de gehele groep met video's die echt tonnen aan views pakten. Ondanks dat de video's slash Distract zelf helemaal niet zo goed waren. Hey, als je dingen op mij gaat zeggen, dan kan je natuurlijk wie de balkaart kan terugverwachten. Matthias het Lam, 22 jaar. Best wel jong en heeft het goed voor elkaar. Erg volwassen, heeft zelfs zijn eigen huis. Psych, deze man die woont nog thuis. Toch kwamen er daarna een paar zwarte bladzijdes in het YouTube-avontuur van Koen aan. Het aantal views stortte in een noodvaart naar beneden, waardoor ze nog maar 30.000 per video behaalden. Dit was de periode waarin Fortnite het YouTube-platform overnam. Het hebben echt avonden gezeten, echt op 3 uur s'nachts van, maar hoe kan dit nou? Want had je gewoon een leuke video gemaakt in jouw ogen, wat achteraf is gewoon een kut video, maar ja, dat is altijd als je achteraf naar een video kijkt. En dat haalde dan 30.000 views. En dan had iemand een potje Fortnite omgeknipt en die haalde 150.000. Uiteindelijk upload Koen zijn eerste Fortnite video op 11 januari 2018. En deze behaalde dan ook meteen een stuk meer views dan al zijn andere video's van ervoor. Hij upload dan ook een tijd lang meer Fortnite dan FIFA, wat uiteraard een heel logische keuze is. Naast Fortnite ging Koen ook steeds meer reactie- en real-life video's maken. Zo kwam hij bijvoorbeeld met de video Instagram-volgers bepalen 24 uur mijn dag. Naarmate de Fortnite-hype dan ook weer iets ging liggen en er een nieuwe FIFA-versie uitkwam in 2018, begon Koen wel weer meer FIFA te uploaden en kreeg dat ook wel meer views. De mindere periode qua views sluit Koen echt volledig af in 2019. Zijn real-life video's en reageren op waren ineens goed voor tonnen aan views, sommige zelfs richting of op de miljoen.
Dit waren natuurlijk de uitschieters, maar gemiddeld zijn zijn views bizar gestegen. Dit had bijvoorbeeld te maken met de OC Tutu meme. Ik stem natuurlijk voor mijn boy OC Tutu. Dan zitten we in september 2019 en dan gaat er heel veel veranderen voor Koen. Hij ging namelijk samenwonen met de bankzitters in het Casa del Huts. Dit zorgt eigenlijk voor twee grotere veranderingen. Allereerst maakt hij nu veel vaker video's samen met de rest van de groep op zijn eigen account. Bijvoorbeeld bij pack openings en andere challenge video's zoals deze Guess the Song. Als tweede gaat het bankzitterkanaal ook steeds meer tijd in beslag nemen. Alhoewel ze nu voor veel opnames niet meer heen hoeven te reizen, behalve Milo dan, gaan ze wel naar 1 in plaats van 2 video's per week en wordt er steeds meer tijd gestopt in het kanaal. Langzamerhand begint bankzitters de prioriteit te krijgen boven de individuele kanalen. Maar ondanks dit blijft Koen ook op zijn eigen account nog veel video's uploaden. Maar een FIFA-YouTuber is het sinds juni 2020 alles behalve. Vanaf dat moment maakt Koen namelijk een tweede gaming-account aan, genaamd Koen 2. Hoe simpel. Over Koen 2 zal ik het even heel kort hebben. Hij heeft die van augustus 2020 tot november 2022 op geüpload. Het waren simpele gaming-video's met tal van games die op dat moment populair waren. Zoals Fall Guys, Among Us, Rocket League en zelfs Minecraft Survival. Je wil gewoon weer views, dus dan doe je maar gewoon het spel wat het meest views haalt. Ja, dat klopt. Het overgrote deel van de video's blijft wel nog FIFA, maar ondertussen is hij hier dus ook compleet mee gestopt. Zijn hoofdaccount verandert dan in Koen en er breekt echt een gouden periode aan. Zo begint hij op 9 juni 2020 met zijn Try Not To Laugh-serie samen met Matty. Een oneindig lange serie waarmee hij miljoenen aan views heeft behaald. In diezelfde maand, alsof het nog niet gek genoeg was, komt ook nog de video Ik liet een app maken voor en dit was het resultaat. Dit ging natuurlijk om de ongekend succesvolle app Kaasje. Het idee van Koen was om gewoon een leuke video te maken, een eigen app voor de grap ontwikkelen en 2 weken later even delen hoeveel geld hij ermee had verdiend. Maar dit liep allemaal iets anders dan verwacht. De app, vernoemd naar de Kaasje-meme van Aten Mos, was na een week al 2 miljoen keer gedownload. Het had op zijn hoogtepunt meer dan 700.000 live spelers en bleef voor een heel lange periode razend populair. Het was zelfs een nummer 1 gespeelde game in de zomer van 2021. Het is voor mij nu 2 miljoen keer gedownload in totaal. Zo. Holy shit. Ja, het is echt bizar. En het wordt nog steeds veel gespeeld, maar nu echt door kleine kinderen van 4 jaar en zo. Hierdoor kon Koen natuurlijk niet meer vertellen hoeveel geld hij mee verdiend had. Dit was simpelweg veel te veel. In een video op zijn eigen kanaal werd het in ieder geval duidelijk dat het meer dan 45.000 euro was. Maar het bedrag ligt echt nog vele malen hoger. In zijn eerste Day One aflevering van november 2021 vertelde hij dan ook dat hij nog geen oeroes kon kopen van 3 ton van Kaasje. In de tweede Day One aflevering van Koen vertelde hij wel dat hij door Kaasje een stuk hogere hypotheek kon krijgen en daardoor zijn huis in Amsterdam heeft kunnen kopen. We kunnen dan ook wel vanuit gaan dat de opbrengst van Kaasje in de tonnen ligt. Zeker omdat het de afgelopen 2 jaar ook nog veel wordt gespeeld. Door met name het zeer jonge publiek. Tot zover Kaasje, want dat was niet eens het enige wat goed liep voor Koen. De views op zijn kanaal zaten allemaal ruim boven de 4 ton per video. Met uitschieters richting de miljoen. Midden 2020 ging Koen ook reageren op zijn tweelingbroer Brent, die een nummer Balenciaga had. Als grap wilde Koen toen wel samen een nummer opnemen, maar Brent had het daar echt te druk voor. Toen heeft Koen besloten om solo te gaan met het nummer Geen Cartier. Wat ook nog eens bijzonder succesvol was met in totaal 12,4 miljoen streams. Tijd voor iets, man. Sorry. Een paar ruggen in de week. Ik ben nooit weg geweest. We rocken nog. Daarnaast maakte Matty ook nog een reactienummer erop waarop Koen weer ging reageren. Ja, volgen jullie het nog, maar goed. Die reactievideo was ook nog eens goed voor 1,5 miljoen views. Misschien wel meer dan 2. Ze moeten weten dat je fake bent en ons niks geeft. Hij behaalde dan ook nog eens in december 2020 de 500.000 abonnees. Hij maakte nog steeds de Try Not To Laugh video's en ging ook reageren op de televisieserie Gek Op Jou met Yeser. Hoe hij het geflikt heeft, geen idee, maar het kwam uiteindelijk zelfs zover dat hij samen met Yeser ging reageren en ook nog eens het nummer Ik Draai maakte samen met Yeser. En als het allemaal nog niet gek genoeg was, zei Koen in 2020 ook nog eens dit op de radio. Ga je ook toeren? Ja, over 5 jaar zit ik dan, denk ik. En het is hem ook nog eens gelukt.
In 2021 koopt Koen zijn eigen huis in Hartje, Amsterdam. Het huis ondergaat eerst een metamorfose omdat Koen het volledig laat verbouwen. Met de bankzitters gaat het ook steeds beter en besluit ze een kantoor te gaan huren in Utrecht. Door dit succes verschuift Koen zijn focus ook van zijn eigen privékanaal naar het gemeenschappelijke bankzitterskanaal. Toch is Koen een van de enige bankzitters die nog redelijk consistent op zijn eigen kanaal blijft uploaden en met succes. De simpele Try Not To Laugh video's pakken nog steeds tonnen aan views voor Koen. En daarnaast uploadt hij dan ook zo nu dan een vlog. Waar Koen in deze periode ook mee is begonnen is sukkels in het daglicht zetten en belachelijk maken. Dit avontuur begint met de video Reageren op jonge miljonairs. Dit is verschrikkelijk, waarin hij de jonge miljonair, die helemaal geen miljonair is, maar goed, Boyd Hoek onder de loep neemt. Hij heeft over Boyd Hoek meerdere video's gemaakt en daarnaast ook nog de cursusverkopers Nick op Hei en Ole van der Landen aangepakt. Bij sommigen was het ook echt nodig omdat die fake dingen verkochten, de piramidescam, op hun websites en TikTok-pagina's. Maar dat kan nu wel, je kan gewoon een Nick op Hei, want hij zegt dat het 100% veilig is en hij raadt je een piramideschema aan. Naast deze cursusverkopers vindt Koen het ook leuk om andere sukkels in het algemeen even belachelijk te maken. Dit zijn meestal van die halve influencers die doen alsof ze een geweldig leven hebben. Ze worden dan regelmatig door Koen de grond ingeboord, bijvoorbeeld Maxime en Anthony. Zie! Dat vind ik al irritant. Dat hij zie roept naar een rennen voorbij gaan. Vind ik al irritant. En hoe doet die jongen het toch? Dat is misschien wat meerdere mensen zich afvragen. De eerste publieke relatie die Koen heeft gehad is met Jamie Ommel. De twee leerden elkaar kennen via het swipen op Tinder en hadden een niet heel lange relatie. Ergens in de Casa del Huts periode ging het namelijk al uit. Maar toch vond Koen al snel weer een nieuwe dame en wat voor eentje. Het lukte hem om Jutje Tieleman aan de haak te slaan, die daarvoor een relatie had gehad met Don de Jong. Wat dat betreft is Koen wel iets beter natuurlijk. De twee hielden het zo'n 2 jaar vol nadat de relatie op de klippen liep. Dit had, al dus in zelf, vooral te maken met de drukke levens die ze beiden hadden. En dan sinds december 2023 begint er weer een nieuwe liefde te komen voor Koen. Hij neemt namelijk samen met Russo de video 24 uur overleven in de studio op. Volgens sommigen is de relatie van Koen en Roxy hier begonnen. Ze kwam namelijk gedurende die 24 uur langs om samen een nummer op te nemen. Het nummer Het Dopje op Zijn Neus. En toen wist ik zeker, ik vind jou wel leuk. In begin 2024 wordt door middel van een Insta-post duidelijk dat de twee van 19 en 26 jaar oud een relatie hebben. Koen wordt dan ook vaak door de rest van de bankzitters gepakt op zijn relatie met Roxy. Koen is niet alleen druk bezig met de liefde, maar ook met zijn verschillende ondernemingen. Hij begint in 2017 met Ik Wil Te Goed. Hij doet het samen met Matty, Raoul en Robbie, maar was, als ik het goed zeg, zelf de bedenker / oprichter. Ondertussen is dit een goedlopend bedrijf waarin hij ook meerdere mensen in dienst heeft, bijvoorbeeld Essie, het broertje van Matty. Hiernaast heeft Koen een tijdje het kanaal Bitcoin gehad, waarin hij liet zien in welke crypto hij ging handelen en wat tips gaf, maar absoluut geen financieel advies. Koen is naar mijn weten nog steeds actief in de cryptowereld en belegt, denk ik, ook heel veel in aandelen. Dan natuurlijk naast de bankzitters en zijn eigen YouTube-kanaal heeft hij ook nog het bedrijf Gamekoning. Van wie dit precies is en hoeveel ze er nou echt nog mee doen, is voor mij niet helemaal duidelijk. In het begin promoten ze het namelijk nog erg veel, maar ondertussen hoor ik er nooit meer iets over terug. En als laatste onderneming heeft hij natuurlijk Kaasje. Maar over dat succes hebben we echt al lang genoeg gepraat. Al met al heeft Koen dus al een ongekend succesvolle carrière achter zich en ziet de toekomst er ook nog eens erg rooskleurig uit. De dingen die ik nog niet eens in deze video heb vermeld zijn de successen die hij heeft behaald met de bankzitters en de daarbij behorende muziekcarrière. Daarnaast heeft hij ook 3 Amazon Prime series gehad, meegedaan aan The Passion en ook nog eens meegedaan aan Legends of Gaming. En wat rijdt hij ook in een mooie auto. Wow, wat is die dik! Dit was de Video Studio. Tot de volgende.